De buurtbewoners van het resort Geiersvliet hebben gisteren een stille loop georganiseerd ter nagedachtenis van de overleden Mona Lisa Meinhard. De meningen waren verdeeld. De een vond dat er gebeden moest worden voor Mona Lisa en de dader. Weer anderen vonden dat er eerder actie ondernomen moest worden. Een participant zei dat de sociale controle van vroeger terug moest komen. Het was duidelijk te merken dat de brute moord veel van de participanten aan de loop heeft geraakt. En we bidden, Heer, dat die vrede mag doorbreken. Doorbreken onder ons, hier op Geiersvliet. Dat dit feit met zich meebrengt dat er een eenheid komt. Waar er onvrede is, dat er vrede komt. Vader, en we bidden in de naam van Jezus om kracht. In het bijzonder voor de familie. De buren letten op elkaar. Maar nu als je gaat kijken, gaat de buurvrouw zeggen, je bent nieuwsgierig. Maar dominee heeft het mooi verwoord voor ons. We moeten op elkaar letten. En we moeten ook weten met welke man of welke vrouw uw kind thuis komt. Ga na. Ga na, men zou zeggen, check die stamboom even. Dan weet je met wie je te doen hebt. En dan geef je ook een signaal dat je kind zegt, luister nou. Jara, ik heb dit gehoord hoor. Neem een stap terug. Ik kan niet zo luid praten, want ik ben een beetje emotioneel. Omdat Mona, mijn buurvrouw, net naast mij is geweest. En ze stond altijd klaar voor mij. En ik had niet verwacht dat ze op zo'n wezen van het leven beroofd zou worden. Omdat het is een hele vrolijke vrouw geweest en ze stond altijd klaar voor iedereen. En ik hoefde er maar te bellen en ze zei het van, Grishele, ik heb het al voor je gedaan. Weet je? En ik ben blij dat jullie als bewoners van Geiersvliet, die er eigenlijk vanaf kleins af aan kennen. Ik heb haar niet zo lang gekend. Maar het was genoeg om te weten wat voor vrouw ze was. En ik dank jullie wel dat jullie zijn komen ondersteunen om deze loop samen met mij te doen. Enkele participanten gaven aan waarom zij meedoen aan de stille loop. Ze hadden ook een mening over wat er met de dader moet gebeuren. En ze heeft een zoon. Ik weet bijna niet wat te zeggen. Dus, sinds ik op Geiersvliet woon, is dit het ergste wat ik heb meegemaakt. Ja. Nooit meer gebeuren. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Wij mannen moeten proberen om onze boosheid in toom te houden. Ik ben ook moeder, hè. Maar ik zeg zo iemand, als nou we zeggen, laten we het voor God overlaten. Laat Hij beslissen wat Hij moet doen. Want als mens kunnen we veel doen en zeggen, maar tenslotte moeten we alles aan de Heer overlaten. Amandi me ka komedi. U sel mi go na sel, me pi go go kapeng. Mi wel edwe. Dra fo so di tala ka nga anansi. Ade fu libisma. We chire ete me waka me waka mina wa right fro. Mine me krap. Mane me komeda nga mi. Yara, me kida nga mi ouri. Si mi ouri sof ki mande. Wista mi pi me keng, me kapeng. Wista mi pi serpe ka komedi. Di se ka dede, u ka sute chiri. Na mi pi uka chire wat uma de fu sorgu ma tede no wa sorgu fro fro we sorgu den ta fro no de mafu te gi yu ta ko no wanyu ma te yu te de ta ki no lo studie mor da direct ga pe fi chuti gi den da de skuf chiri. De stoet ging ook langs de woning van de overledene om de familie te condoleren. Enkele familieleden bedankten voor de ondersteuning. Samen dingen aanpakken. Het openstaan, luisteren en doorgeven. Want als we hadden geweten wat ze allemaal meemaakten, dan hadden we een vrouw. Nu allemaal een fetie, maar lati. Dus als je in je buurt ziet dat er iets gebeurt, dat je een melding kan maken. Dus we willen kijken met de familie hoe kunnen wij daar ook een bijdrage aan leveren. Dankjewel. We willen bedanken dat jullie het initiatief hebben genomen om Mona op zo'n manier te gedenken. We kennen Mona. Mona was een vrij vrolijke, vrolijk nekje van mij. Ze was er, ze stond klaar voor iedereen. Mona, het sociale dat ze in haar had, dat moet ze deze dag
wil ze het overdragen aan jullie. Remy Polak en daarvoor Marvin Polak, respectievelijk oom en neef van Mona Lisa Meinaert. Zij spraken gisteren tijdens de stille loop die de buurtbewoners van Geiersvliet hebben georganiseerd. Ter nagedachtenis van de overledene en om hun ongenoegen te uiten over het geweld tegen vrouwen.